see you in a lonely place. How can you be so blind? You're still regretting the love you left behind. Berekenen. Dat is in feite bijvoorbeeld voor de eerste. Delta aanwezig drukverschil is mu-waarde van een laag maal de dikte van een laag delen door het totaal van alle mu-waardes van de lagen maal alle diktes van de laag, cumulatief opgeteld. Maal het, deze moet van een laag zijn, maal het totale drukverschil. Nou, gaan we die eens uitrekenen. 0,9 gedeeld door 2,04 is 0,44 maal 514, dat is het drukverschil. En ik rond het even af op hele getallen. 227, nou dan moet dat voor deze ook gelden. En de rest zit dus in de isolatie. En dat moet dus 60 zijn. Nu weten we wat iedere laag tegenhoudt. En als we dit allemaal bij elkaar optellen, dan moet het weer uitkomen op dit getal van 1033. En uiteindelijk kom je dus uit bij 1033. En dat klopt. Nou, we hebben alles berekend. En nu kunnen we eens ook dit gaan invoeren in de grafiek. Om te kijken hoe dat zich verhoudt tot aan de maximale dampspanningslijn. Oké, dan hebben we hier nu weer de grafiek met de maximale dampspanningslijn. En dan gaan we de aanwezige dampspanning intekenen. Maximaal is 611 buiten. We hebben 85%. Dus dan komen we op 519 uit. Dan zal die een beetje oplopen. Ik heb het niet meegenomen in mijn college tabel. Het is minimaal. Dat zien we ook aan de maximale. Maar goed. Dan gaan we door het buitenspouwblad heen. En komen we op 746 uit. Dus 500, 600, 700. En ergens hier in het midden. Dan zie je wat er gebeurt. De lijnen snijden elkaar en dat betekent in feite waar aanwezige dampspanning gelijk is aan maximale dampspanning. Dus hebben we inwendige condensatie. En wel praktisch in het midden van de steen. Nou, dan gaat die in feite ietsje omhoog. Maar dat heb ik niet opgenomen in de Glaser methode. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is maar 45 mm. Dan gaat die door het isolatiemateriaal naar 806. Klein stukje omhoog. En hij snijdt weer in de isolatie dicht bij de spouw. En de laatste stap gaat hij naar 1033. Daar hebben we natuurlijk van elkaar geen last meer. Maar dit is niet zo best. Twee keer dat hij elkaar snijdt. Dat betekent dat je inwendige condensatie hebt in de isolatie en in de steen. Nou, op zich, op de korte termijn maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Een groot nadeel van inwendige condensatie, dus het nat worden van je isolatiemateriaal, is dat door het vocht gaat hij steeds beter geleiden. Dus de warmteweerstand neemt ook weer af. En dat gebeurt natuurlijk ook op het moment dat je
juist wil dat het isoleert in de winter. En dat is dus erg ongunstig. Voor de steen, die kan wel wat hebben, maar bij poreuze stenen, zoals een rode baksteen, moet je toch een beetje oppassen dat dit niet te vaak gebeurt en te lang in een koude, natte periode. Want dan zou bij strenge nachtvorst, zou bijvoorbeeld het voegwerk een klap kunnen krijgen. En dat is uiteindelijk komt dat niet te goede aan de steen. Dat gebeurt niet in één winter, maar als je zo 10, 20 winters hebt, dan zou een muur er flink van onder kunnen gaan lijden. Dus wat moeten we hier nou mee? Kan dit beter? Ja, dit kan beter en we gaan een poging wagen om een verbeterslag te maken. En als we nou materialen gaan kiezen die meer damp tegenhouden, dan zou die in feite beter uit moeten komen. En als we ook zorgen dat het goed uitkomt met het isoleren, dan zou we ervoor kunnen zorgen dat deze wat meer omhoog gaat en deze meer omlaag. Laten we een poging wagen. We gaan op zoek naar materialen die beter de damp tegenhouden en misschien ook zelfs beter isoleren. Nou, de baksteen, daar kunnen we niks aan doen. Die was van tevoren bepaald. En het cellenbeton ook, want dat was door de constructeur bepaald. Dus houd over de spouw en de isolatie. Nou, een spouw hebben we in feite niks aan. Dus we moeten het in doen in de isolatie. Nou, we hebben uiteindelijk hadden we gekozen voor een minerale wol. Dat was de eerste aanzet met een labda van 0,045. Niet echt een enorm isolerend materiaal. Er zijn betere isolatiematerialen voor in de spouw. En de muwaarde van minerale wol is 2. Dan gaan we iets beters opzoeken. Nou, als je in de tabellenboeken kijkt, dan zal je merken dat vooral de kunststoffen veel beter isoleren en ook veel meer damp tegenhouden. Vergelijk het maar met een dakbedekkingsmateriaal of met een kunststoffolie die we gebruiken als damremmer. Het materiaal zelf is al een enorm goede dampremmer. Dus nu is overstappen op polystyreenschuim. En het materiaal noemen we expanded polystyreenschuim, EPS. En als we daar in tabellenboeken gaan kijken wat die waarde is, dan komen we op dit uit. Als we tabellenboeken bijhalen en we kijken naar isolatiematerialen bij de kunststoffen. Polystyreenschuim geëxtrudeerd, die de betere materialen die kunnen een labda-waarde halen van 0,03. En daar hoort een muurwaarde bij. En die varieert enorm. Het kan wel eens tussen de 50 en de 250 liggen. Maar als we een gemiddelde kwaliteit nemen, zou je op een muurwaarde van 100 kunnen uitkomen. Al naargelang wat de leverancier ervan maakt. Nou, dan moeten we de hele som weer opnieuw doen om te kijken wat het nu wordt. En dan pakken we gewoon weer een nieuwe sheet voor. Dus we beginnen weer opnieuw, want het isolatiemateriaal voldoet niet. En we gaan eens kijken wat er gebeurt als we extruded polystyreenschuim gaan inzetten. Nou, hier heb ik de tabel opnieuw ingevuld met de waarden die eigenlijk niet veranderen, maar met twee nieuwe waardes. Dat is de labda-waarde van EPS en de muurwaarde van EPS. Alle andere waarden zullen gewoon veranderen hierdoor. De vraag was van de architect: geef mij nou een constructie met een RC-waarde van minimaal 3,5. Dan zouden we hier weer opnieuw de dikte van 12 centimeter of 0,12 meter in kunnen voeren. Maar met deze betere labda-waarde, die lager is dan de vorige, zou dat betekenen dat je weer veel hogere R-totaal of RC zou hebben. En we willen juist een zo slank mogelijke constructie maken. Dus eigenlijk moeten we weer
ook die stap opnieuw zetten. We gaan weer kijken naar wat de warmteweerstand moet zijn van de laag, oftewel de laagdikte van de isolatie. En in deze berekening die we in het begin hadden gemaakt, kwam uit dat de RC-waarde is in feite 0,9 plus RISO. En RISO is dus 3,5 min 0,9, dus die moet minstens 2,6 zijn. En daar gaan we mee verder. R is dikte delen door de labtaal. We weten dus 2,6 is de dikte delen door 0,03. Dus de dikte is 2,6 maal 0,03. Komt uit 0,078 meter. Dus 78 millimeter. Nou, ook hier geldt weer voor dat. Dat is niet te koop in de winkel. Dat wordt niet geproduceerd. Dus we ronden het af op 80 mm. En daarmee gaan we verder in de glaciertabel. 0,08 kunnen we invullen. En dat wordt de nieuwe R-materiaal. 0,08 delen door de labda is 2,66. Dat was toevallig ook wat we de vorige keer hadden. En daar kwam uit de RC of de R-totaal van 3,73. Nou, dat is mooi. Want dat betekent dat deze waarde ook weer terug in te vullen is als dezelfde waarde 0,2. En deze is ook weer opnieuw in te vullen als 0,6. En deze weer als 3,4. En deze weer als 12,9. 0,4, 0,0. Als je dat bij elkaar optellen, 0,2, 0,6, 1,1, 14, 17,4. De maximale damspanningen zijn ook gelijk, 620, 637, 661 van wat we eerder hadden opgezocht, 1599 en 1988. Dus dat gaat vrij snel. Komen bij de nieuwe mu-waarde van 100, dus dan wordt mu maal d 0,08 maal 100 is 8. En de nieuwe mu-totaal wordt dus 9,8. Dan kunnen we weer uit gaan rekenen wat dat doet met de damspanningsverschil per laag. Mu maal d per laag gedeeld door mu maal d totaal maal het drukverschil van 514. Zoals de eerste berekening komen we uit op afgerond 47. En dat betekent dat deze ook 47 moet hebben. Houden we over 420. Er zit natuurlijk wel een afronding in, maar ik rond het af gewoon af op hele getallen. Gaan we optellen. Komen we hier uit op 566. Gaat hier eigenlijk een beetje stijgen. Goed. Maakt niet zoveel uit. 9. 86 en 1033, dat is logisch. Nou, dan kunnen we weer opnieuw gaan invoeren en kijken wat er gebeurt. Goed, dan gaan we opnieuw kijken of hoe de maximale damspanningslijn zich verhoudt tot de aanwezige damspanningslijn. Dit is de max, die heb ik opnieuw even opgezet, net als in de eerste berekening. Dus je gewoon hetzelfde gebleven. En nu gaan we de nieuwe invoeren. Nog steeds 85% relatieve luchtvochtigheid van 6,11 is nog steeds 5,19. Hij zou ietsje omhoog moeten gaan, maar goed. Dan is hij bij het aan de binnenkant van het buitenblad, van het metselwerk, is hij 566. We houden hem even gelijk in de spouw. En dan door het isolatiemateriaal komt hij uit bij 986. Ongeveer daar. En dan de laatste stap naar 1033. En dan ben je binnen.
1033. En 986. En nu zie je wat er gebeurt. Doordat het isolatiemateriaal polystyreenschuim, expanded polystyreenschuim, zo goed de damp tegenhoudt en eigenlijk qua constructie nog steeds dezelfde isolatiewaarde behaalt, maar dit keer is hij wel dunner, 0,8, dus 80 mm. Krijg je dus wel voor elkaar dat inwendige condensatie wordt voorkomen. En dat is eigenlijk wat je zou moeten doen. En dit was de uitleg van de collegemethode. Wellicht wordt het volgende college een ventilatieberekening, een balansberekening van een woning. It's going down. I'm yelling to my